Lokeren is mooier geworden, dat is zeker tegenover die tijd als heb ik eerste jaren hier geweest. In 1975 heb ik aanbieding gekregen van Sporting Lokeren. Heb ik hier met familie gekomen, met mijn dochter en vrouw. En de eerste maanden waren heel moeilijk voor ons. Vooral omdat we hebben taal niet gekend en wij wisten niet waar in de feit komen wij toe. Maar gelukkig hier in de omgeving, Lokeren, Exarde, Sinai, Sint-Niklaas. Hier waren veel oude strijders van Polen, welke zijn gebleven achter de oorlog. En die mensen hebben me enorm veel geholpen in het begin van verblijf in Lokeren. Die hebben me geholpen aankopen te doen of eventueel alle administratieve zaken regelen en zo. En dat was heel, heel belangrijk voor mij, omdat heb ik me gevoeld hier niet alleen. Natuurlijk, sportief was iets anders. Die verwachtingen tegenover mij waren zeer groot, omdat heb ik bekende voetballer geweest in Europa. Maar gelukkig heb ik kunnen goed presteren als voetballer. Ik ben regelmatig in het centrum van Lokeren. Ik kom regelmatig ook hier op het stadion, op Sporting Lokeren. Dat zijn plekken waar heb ik van begin geweest. Maar in het centrum van Lokeren, dat zijn vooral zo plaatsen als voorbeeld als De Dam, sportcentrum, waar ga ik regelmatig nog fitnessen of eventueel ga ik links of rechts naar café koffie drinken met mijn vrouw en Abazur, Kopine, De Dam. Dan ontmoet ik mijn vroegere supporters, waar praten wij over verleden. Dat is mooi, dat is alles veel positief veranderd. Ja. Als ik bekijk nu na veel jaren verblijf in Lokeren, wat kan nog verbeteren? Eerst ga ik spreken over sportieve. Lokeren is op Europese kaart gezet door Sporting Lokeren en dat wil ik graag dat blijft. Ja. Dus dat wil zeggen op sportieve vlak. Ik wens Sporting dan die gaan spelen op voor eerste plaats in competitie. Maar het dagelijkse leven in Lokeren, als ik zie, dat is veel gemakkelijker geworden. De stad is mooier geworden. Dat is plezant om wandelen in de stad. Ik met mijn familie, wij leven hier heel graag.